Wou even zeggen, ik ga even om te vertellen waar ik zit. Ja? Ik geef nu een brief posten. Prima, ja? Ik zie u zo terug. Ik ben het gratis. Ja, ik snap. Ik heb hem. Ik ga even een brief posten. Goed, daar. Oké. Verder kennis gemaakt. Goeie dag, Gijs. Goed zover mogelijk. Ik kom als hulp van de dames. Hoe heet u eigenlijk? Hoe ik heet? Hoe heet u? Ja. Ik was net dat andere. Ik speelde net die andere ook. Ja, maar ik wist niet hoe... Hond, die was ik ook net. Ja, maar ik wist niet hoe u heette. Oh, op die manier. Arie Spoorzoeker. Alles goed? ik help met de antwoorden, ja, omdat ik nogal intelligent ben natuurlijk. Geef u mij lekker steun ook. Hè? Dat is fijn voor u. Geruststelling. Vindt u het goed, meneer Spoorzoeker, als ik nu de eerste vraag... Wat gaat u? Heeft u de bezwaar tegen als ik begin? Gaat u beginnen? Ja? Natuurlijk, wat prima. U wil. Oké, dank u. Gaat beginnen, hebben wij voorlopig geen zorg, hè? Dames, stel je even het volgende voor. Je ligt lekker op het strand. Je man gaat even een ijsje halen en je denkt, kom, ik ga even topless liggen. Hè? Niemand die me ziet. Maar je trekt nogal wat... Wat? Wat gaat ze doen? Topless. Dat is dat je je bovenstuk uitdoet, weet je wel? Nu? Nee. De dames, dan moeten ze zich even inbedden. Oh, de dames! Oh, ja. Ik gooi zo de regenjas los, hoor. Maakt mij niet uit. Nee. Dat gaat niet door. Nee, natuurlijk. Goed, je man gaat even weg om een ijsje te halen. Jij ligt daar topless. Maar je trekt nogal wat bekijks van mannen. Ze fluiten. Maar waarom gaat die man een ijsje halen als hij topless gaat liggen? Had hij zin in. Hij had gewoon trek in een ijsje. Ja, daar wordt hij dorstig van. Oké, prima. Die man is weg, je ligt topless. Er stoppen allemaal mannen, die fluiten. Die gaan bij je zitten, afijn. Er wordt een hele oploop. Op dat moment komt je man terug met de ijsjes. Wat doet hij, Rina? Hij zegt niet... Even overleggen. Nee hoor, hij vindt het niet erg. Overleggen. Wat? Dat vindt hij... Oh, moet ik het overleggen? Natuurlijk, ik zit toch niet voor jouw dokus hier? Ja. Natuurlijk moet je bij mij overleggen. Wat doet hij als hij terugkomt met die ijsjes? Wat doet hij dan? Dan geeft hij gewoon een ijsje, voor de rest niet. Ja? Ja. Oh. Nou. Nou, ik denk dat hij een muggenstift, dat hij zegt, je moet een muggenstift nemen, want volgens mij wel twee keer gestoken. Denk ik, hoor. Maar goed, je moet zelf opdrijven. Ik vermoei me niet mee. Rina, weet je wat je doet? Ik zeg niks. Jij schrijft ik geef maar de hand, hè. Jan, die doet niks. Die trekt zich er niks van. Hij wordt niet kwaad, hè. Hij zegt ook niet dat je je bovenstuk aan moet trekken. Nee. Nee. Schrijf maar op, Jan doet niks. Jan doet niks. Marianne, wat doet Ferry? Even wachten, ik kom voor het overleggen. Oh. Ik kom voor het overleggen. Hij komt terug met ijsjes, wat doet hij? Ik denk dat hij... Ziet al die mensen om je heen gaan, wat doet hij? Nou, ik denk, ik denk dat hij ijsjes bij gaat halen. Dat is al wel zo gezellig, ik denk het niet. Nee. Wat doet hij dan? Nou, ik denk dat hij me ijsje geeft en zou zeggen van zo, gezellig hier. En dan stuurt hij de jongens weg. Nou, ik denk dat hij die zo bij is gaat zo zitten van zitten kijken van nou... Maar we moeten even concreet weten. Stuurt hij die jongens weg? Of zegt hij tegen jou, doe je bovenstuk weer aan? Of doet hij op zijn neus bloed? Nou, dan doet hij op zijn neus bloed. Hij zal ze niet wegsturen. Hij doet ook niks. Schrijf maar op je kaart. Ferry doet ook niks. Henny, wat zal Jaap doen? Even overleggen. Oh ja, neem me niet kwalijk. Ik ben daarvoor ingehuurd natuurlijk, hè, voor het overleggen. Dat geef je wel, hè. Wat gaat hij doen? Nou, ik denk dat... U ligt daar, toploos. Ja. Toploos. Komt hij terug met die ijsjes? Wat gaat er gebeuren? Allemaal mensen om je heen. Kijk, als de zakenman is, dan gaat hij tribunes bouwen en dan gaat kaartjes verkopen om het... Maar misschien is het geen zakenman. Meneer Spoorzoeker, laat het nou even zeggen. Natuurlijk, het is mijn bovenstuk hier niet. Ik bemoei me er niet mee. Henny, wat doet hij? Hij zou wel zeggen dat ik het bovenstukje aan moet doen. Verder gaat hij er wel bij zitten. Hij zal ze niet wegsturen. Hij zegt, doe je bovenstukje aan. Schrijf dat maar op de kaart. Dan gaan we verder met de tweede vraag. Moet ik weer daar? Het is wel een geloof van mij, hè? Ja, sorry. We gaan weer beginnen bij Rina straks. Natuurlijk, ik kom door het overleg, hoor. Geen paniek, ik blijf erbij, hoor. Je neemt weer de kaart met 1, 2, 3 voor je neus. Ja, heb ik hier, ja. Ja, en dan schrijf je daarop met welke drie bekende Nederlandse vrouwen jouw man graag een tijdje op een onbewoond eiland zou willen zitten. Met welke drie bekende Nederlandse vrouwen? Ja, dat klopt. Rina, begin met schrijven. Oh. Nu, nou, als hij bij de hand is, dan vraagt hij Rita Corita. Dan zit hij in ieder geval in de schaduw. Hè? Ja, ik weet niet of hij bij de hand is. Drie bekende Nederlandse vrouwen. Ik begin bij Rina. Laat je kaart even zien. Ja, het klopt niet, hoor. Klopt niet. Maakt niet uit, joh. Geeft niet. Je weet Eén, nooit. Patricia Pai. Twee, Pai. Vanessa. En drie, Linda de Mol. Oh. Ja. Ja, dat is toch leuk, hè? Ja, goed. Spoorzoeker. Ja, zeker. Natuurlijk. Wat leuk, hè? Linda de Mol. Nee, draai hem maar om. Want het is niet de bedoeling dat die mannen hem te zien krijgen, natuurlijk. Natuurlijk. Haal die kaarten maar uit. Leg hem plat daar neer. Juist. Marianne, welke drie mannen?
Nou, 1 Monique van de Ven. Ja. Monique van de Ven. 2 zijn moeder. Ja. Zijn moeder. Een bekende Nederlandse vrouw. Nou ja. 3 Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, die is ook bekend. Een bekende Nederlandse vrouw, die ken je toch wel? Nederlandse vrouw, sorry. Weet je wat, Marianne, je mag Brigitte Bardot nog vervangen door een ander. Moet je mag je vervangen door een ander. Maar het is geen Nederlandse vrouw, moet je er nu eentje zeggen. Wie wordt Patricia het? Pai. Patricia Pai. Natuurlijk, heel goed gedaan ook. Ha. En Henny, ben je uitgeschreven? Nee, ik heb geen idee, echt niet. Zet er ook ik een lange bij, dan kan die inklimmen om te kijken of er schip aan komt. Carola heb ik van BZN. Carola van BZN. Carola. Ria Valk. Ria Valk. Is ook heel prettig. Ik heb geen idee, ik zou het nog niet eentje moet je er noemen, Henny. Ja. Zeg maar wat. Nou, wie heb je nog meer? Noortje van Oostveen, hoe vind je die? Noortje van Oostveen. Zeg ook maar Patricia Pai. Of Saskia en Serge. Maar dan Serge niet natuurlijk, maar dan Saskia. Nee, Saskia van Serge kun je zetten. Saskia van Serge. Henny laat zich niet van de wijs brengen. Die schrijft Patricia Pai op. Dan nu de derde vraag. Geweest doen. Stel je even het volgende voor. Jullie zitten op een camping in het buitenland en ontmoeten een heel aardig Frans echtpaar. Die mensen nodigen jullie te eten uit in hun caravan. En je ziet die vrouw de hele dag met boodschappen sjouwen en ze staat te koken in de hitte. En als je er 's avonds komt en ze zet alles vol trots op de tafel, dan zie je tot je grote schrik dat het iets is waar je dus van griezelt. Je krijgt het niet je keel door. Niet lekker. Nee, het is niet lekker. Niet lekker. Wat doe je dan, Rina? Ja. Jan. Sorry, wat doet Jan? Heel goed. Wat doet Jan? Zal ik even voor het overleggen komen weer? Nou, als hij het echt niet lust, dan zegt hij van nee. Wat hij niet? Zegt het eerlijk? Ja, dat zegt hij. Ondanks dat hij die vrouw ontzettend. Hij zal misschien een heel klein beetje proeven, maar. Nee, het gaat erom wat jij doet. Nee, wat Jan doet. Maar gaat het erom wat Jan doet? Ja. Oh. Wat doet Jan? Eet misschien hij het op? Een klein beetje proeven, maar vooral als het vis is of zo, nee. Maar dan moet hij het natuurlijk wel zeggen, hè? Nee, ik denk dat hij een heel klein beetje proeft en daarna niks meer neemt. Klein beetje proeven, neemt daarna niks meer. Schrijf het maar op je kaart. Marianne? Nou, Ferry neemt het helemaal niet. Hij neemt het helemaal niet? Hij is heel eerlijk in. Ik ben hij er nog niet eens. Is dit al? Ik ben er sorry. Nog niet eens. Ik denk dat het niet neemt. Neemt hij het niet? Nee, dan wordt hij ziek, zegt hij dan. Oh ja? Ja. Oh. Maar hoe, wat voor excuses doet hij dan? Hij kan er niet roepen, maar ik moet niet hebben, toch? Mag ik niet hebben van de dokter. Oh. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Kan ook. Kan ook. Marianne, schrijf jij lekker op je kaart. Hij neemt het niet, hij zegt het. Henny, wat doet Jaap? Ik denk dat hij er wel wat van zal eten, ja. Als hij ziet dat die mevrouw er zo druk mee is geweest, dan zal hij wel wat van eten. Maar niet alles? Hij eet niet alles. Nee, dat denk ik niet. Hij eet een beetje. Ja. Hij eet een beetje? Ja. Schrijf dat maar op, Henny. Natuurlijk. Zeg, meneer Spoorzoeker, ik vind het vreselijk veel, maar ik moet even opstaan, want we gaan die mannen terughalen. Oh, dan leuk, dan hou ik het bij wat ze gezegd hebben. Ga nu gang. U hoort erbij, hoor. We hebben een beetje over jullie zitten roddelen. En we hebben jullie vrouwen allereerst de volgende vraag gesteld. Stel je even voor, jullie liggen met z'n tweetjes op het strand. Ik zou wel even opletten, Jan. Even opletten, dat is belangrijk, Jan. Hoor. Jullie liggen op het strand en op een gegeven moment denk jij, ik ga een ijsje halen. En op dat moment gaat je vrouw topless liggen. Ze trekt nogal wat bekijks van mannen die fluiten, ze blijven beiden staan, een hele oploop wordt het. Op dat moment kom jij terug met de ijsjes. Wat doe jij, Jan? Wat doe jij dan? Ja, ja. Daar gaat het even om. Wat doen we? Dat wordt keister natuurlijk, hè? Zou jij dat leuk vinden? Keister, kom nou, wat doe je? Hey, doe. Ik vind het niet leuk. Wat doe je? Nou, ja. Nee, kom. Niet meer gaan slaan, nee. Wat zeg je? Ik zeg niet meer gaan slaan. Je zou niet slaan? Nee. Maar zeg je tegen Rina dat ze de bovenstuk aan moet doen, of niet? Nou, dat ook niet. Maar ze mag voor mij best op de zonnehoog. En die mannen stuur je ook niet weg? Ja, die stuur ik wel weg. Die mannen stuur je weg, dat weet je zeker? Ja. Nou, laat die kaart maar zien, meneer Spoorzoeker. Het is zo gigantisch, Wout! Je doet niks! Kijk dan, je doet helemaal niks! Dat is een lief altijd. Nou, inderdaad, dat zijn helaas geen punten voor jou, Jan. Rina had gezegd dat je niks zou doen. Ik haak je, kan niks gebeuren. Ferry, wat zou jij doen? Ik doe of niks in de hand is. Wat heb je? Je doet of je neus bloedt? Ja hoor, ik doe of niks in de hand is. Stuur je ze niet weg, die jongens? Nee, dat ben ik niet voor gebouwd. Weet je het zeker? Vraag je aan Marianne of ze de bovenstuk weer aan doet? Nee, dat niet. Nou, we gaan kijken. Briljant!
10 punten. Daar is Kastikmin. Marianne gaat uitstekend met jullie. Ja. Ik denk dat ik zeg dat, trek maar aan. Trek het aan. Bedankt voor je hulp, Arie. De tweede vraag die ik stelde. Hij is heel goed bij je. Jan, je moet nu 3 vrouwen noemen die je graag mee zou willen nemen als je een tijdje op een onbewoond eiland moet zitten. Jan, nu zeg. Wow. Noem maar 3 vrouwen. Want als je niks zegt, heb je 0 punten. Rachel Wels. Sophia Loren en... Nederlandse vrouwen. Oh, Nederlandse. Ja. Nederlandse. Nou, ik zou jou ook mee willen nemen. Ja? Ja hoor. Dat is goed, dat is 10 punten. Dat is goed. Briljant, Linda, van Bol. Nou, nog 2. Je krijgt nog 2 kansen. Daar nog 2. Nou, moet je het wel nu zeggen, Jan. Sandra Remer en Anita Meijer. Anita Meijer. Nee, die zijn fout. 10 punten voor jullie, maar... De kijk dan, ik doe nog. Sta ik achter je. Luister dan. Zo niet werken. Perry. Wacht nou, ik heb de kaarten nog niet eens. Wie? Monique van de Ven. Ja. Ja, dat is goed. Wat is je favoriete actrice? Wie nog meer? Dan moet ik even denken hoor. Nu wat zeggen, want anders mag ik het niet meer vertellen. Anita Meijer, maar. Anita Meijer? En? Nog eentje noemen? Nu noemen we. Ja, Linda de Mol, maar. Ik sta toch de papaya achter u? Wat was dat dan? De pijn natuurlijk! Wie? De pijn! Oh, Patricia Pijn! Oh, Patricia Pijn! Die is uitgebreid de muziek te maken! We hadden het niet door, meneer Spoorzoeker. 10 punten voor Ferry en Marianne. Ze moeder, nou ja. En we gaan verder met Jaap. Welke 3 bekende Nederlandse vrouwen zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Papa. Corona. Wie? Corona. Carola! Ja, ja, Carola! Natuurlijk! Dat is goed, dat is 10 punten. En wie nog meer? Patricia Pai. Ja! Voor jou ben ik. Nee, ik kom door! Dan nog 20 punten voor jullie en nog eentje. De derde! Arnie. De derde! Henny is niet goed, helaas. 20 punten voor jullie. Wat heet hij? Ja, hij zei Henny. Wel nee, Ria Valk. Stel je even voor, jullie hebben een leuk Frans echtpaar ontmoet op een camping. En ze hebben jullie uitgenodigd te komen eten. Jullie zien die vrouw de hele dag met boodschappen en ze staat te koken en het is warm en ze slooft zich uit. En als jullie daar dan komen s'avonds en ze zet het neer, dan is het iets wat de mannen absoluut niet lusten. Ze vinden het echt om van te griezelen. Wat doe je dan, Jan? Ik haal mijn nekjes en ik ga eten. Je gaat eten? Eet je alles op, Jan? Nou ja, alles, als ik maar eet. Maar... Ik geloof dat meneer Spoorzoeker iets probeert te zeggen, Jan. Zou je alles opeten? Ik moet het even exact weten. Eet je alles op? Een beetje. Ja! Een beetje, natuurlijk! Hij heeft een beetje! Heel goed! Briljant! Hoe kom je nou op halen? Ferry, wat doe jij? Nou, ik probeer het hapje voor hapje weg te krijgen. Ja. En als het niet lukt, dan laat ik het wel staan, het laatste. Maar hij probeert het wel te eten? Hij probeert het wel. Hij probeert het wel. Er staat volgens mij dat hij het niet eet, hè? Forget it! Forget it! Je neemt niks! Nee, volgens Marianne nam je niks. Maar goed, we gaan verder met Jaap. Wat zou je doen? Wat zal ik doen? We gaan ook bed doen, hè? Wat zou je doen? Ik draag, maar ik eet alles op. Eet alles op? Nou, dat pikt dat. Ook niet goed helaas, maar ik vind het wel bewonderenswaardig hoor. Geen 10 punten voor jullie. We gaan kijken naar de stand. We gaan even kijken naar de stand na de tweede ronde. Ik zie op de derde plaats nog steeds Jan en Rina met 20 punten. Bravo! Op de derde plaats, heel mooi! De tweede plaats met 40 punten, Henny en Jaap. En nog steeds bovenaan, Ferry en Marianne met 50 punten. Wat
gaan we met de kandidaten het volgende spel spelen in de Spoorzoekershow. Maar eerst gaan we u thuis een beetje in de vakantiestemming brengen. En dat doen we met muziek uit verschillende vakantielanden. Hallo. Dag, laat Europa. Weten waar je zit, maar kom thuis blijven. Nee, geen Spoorzoekers. Tot ziens. Ja, u bent te horen op televisie. Ja. Waar zit u? Ja, natuurlijk. Wat leuk. Gezellig. Ook een